Yo kijkers van Marcel's Ei en... En altijd wat gamen. Ja, wij zijn... daar is Jan, hallo. Hallo. Hallo Marcel. Hallo. 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 ja, dat is Jan van Altijd Wat Gamen. Ja. Oh, ik ging in mijn inventory. Wij gaan de komende tijd gaan wij samen... Oh shit, ik heb nog fly mode. Oh, / fly uber. Zo, weg. Zo. Heb jij dat ook niet? Nee, ik kan niet meer verzinnen. Nee, want straks, je weet me nooit meer, Marcel. Hè? / GM0, Uber, zo, GM... Ja, ik kan nu niks meer. Falling damage staat aan, of heb je dat weer uitgezet? Nee, falling damage staat aan. Oh, ik heb al direct honger. Tenminste, ik hoop dat falling damage aan staat. Nou, ja, hier staan piggies. Anders komen we vanzelf achter. Kunnen we meteen al even vermoorden. Tenminste, nu is het niet zo'n zoektocht naar... Vriend, ik moet nog even mijn intro doen. Hallo, even rustig. Dit hier is Jan van Altijd Wat Gamen. De komende tijd gaan we samen een Minecraft Survival serie doen. Eerste aflevering is op mijn kanaal. Volgende aflevering is op zijn kanaal. We weten nog niet precies wanneer de afleveringen worden gesplit, zeg maar. Maar daar komen we vanzelf achter. We gaan gewoon in één lange shit opnemen. Iets van 2 tot 3 uur of zo gaan we opnemen. Ja. En dan knippen we vanzelf wel. Ja, dus, inderdaad. Nou, ik hoop dat jullie er veel zin in hebben en alvast bedankt voor zin in. Ja, ik ook wel. Bedankt voor het kijken. Alvast, druk ook even op dat duimpje omhoog. Dan heb ik dat ook weer. Oh, ik probeer dat varken te slaan. Oké, nou dan sla ik die andere wel. Nou, het begint al meteen goed. Speklap. Ja. Ik heb. Hoeveel heb jij er? 1. Ha, 3. Serieus? Ja, legit. Give me them speklap. Okay, ja, hier heb je er 1, dus we staan weer gelijk. Oké, laten we meteen maar even boompjes gaan hakken. Tenminste, standaard. Ja, dan gaan we even een mooi huisje maken, jongen. Ja, bam. We hebben tenminste wel meteen... Je hebt meteen de wereld goed uitgekozen, want jij... ik weet dat jij van Dark ook houdt. Ja, echt wel? Je bent zulk relaxed hout, hè? Dat is echt vet relaxed. Jij houdt van Dark ook hout. Ja. Oké, ik heb 5 hout, dus laat ik even een crafting table maken. Ik ga direct even door. Ja. Ik heb ook, trouwens voor het huis heb ik ook even wat cobblestone nodig. Oh ja, ik was al karkas. Bezig. Het is zeg maar weer hetzelfde voor mijn kijkers. Het is hetzelfde huis als wat ik in mijn normale survival playthrough ga maken. Dat is ongeveer zo komt het eruit te zien. Oké, ja, dat mooie... Ik weet al precies hoe het is, Marcel, om jouw huis te zien. Het is perfect. Het is echt... Beter kan het niet. Nee, echt een dik villa, jongen. Echt wel? Dit wordt eentje met meerdere etages. Dat wordt echt super tof. Oké, dus jij gaat echt een... we gaan echt een ziek huis maken. Ja, ik zorg even de taakverdeling trouwens. Ik zorg voor het huis en hij zorgt voor de resources. Oké, dus ik moet op zoek naar klei eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Ja, klei en natuurlijk iron en zo, want we moeten wel zo snel mogelijk full armor hebben. Volgens mij staat de difficulty op normal. Ja, dat is wel handig als je die even op normal zet. Ja, dat kan ik nu even niet doen. Moet ik even in de wereld config zitten. Ik heb hem op hard. Ja, maar dat maakt niks uit. Wat jij op hard hebt, dat kan best, maar... ik moet het in de server aanpassen, zeg maar. Oké, dus het maakt niet uit dat jij het op hard hebt staan. Dus als ik het eigenlijk op peaceful had staan, dan had jij... Er zijn alsnog monsters. Ja, oké, dat maakt dus vrij weinig uit. Ik heb een axe. Nice. Moet jij ook een axe? Ja. Oké, ik heb weer wat hout. Dus ik heb ook trouwens ook een furnace, maar ik heb geen hout. Ik wel. Dus, ja, dat is wel, dat kan wel, maar... Als jij even dat hout erin wil stouwen... Zo, even energy. Nou, je bent dik verslaafd. Oh, niet dik verslaafd. Oh. Nee, niet dik. Ik heb alleen maar... Nou, je wordt er wel dik van, maar je bent niet verslaafd. Ik heb alleen maar 10 blikjes energy in mijn kast staan. Meer niet. Oké, nou, dat valt nog mee. Het kan ermee door. Het kan erger, zeg maar. Je hebt een voorraad. Dat is nog niet eens de helft van een treetje energy. Dus, Nee, oké. Het valt echt reuze mee. Nee, treetjes 24? 24, inderdaad. Ja. Mijn ouders denken er anders over. Denken... Van, wat moet hij met die troep?
Ja, helemaal boos. Oh, ik laat mijn ex vallen. Oh. Oké, ik heb aardig wat hout. Ik wist niet dat ik al dus laat had. Ik even wat charcoal gaan maken. Tenminste, ik denk dat het nu het beste is. Ik heb er 30 hout in gestouwd trouwens. Ja, is goed. Maar die bomen die zijn zo... Hey, aan de kant. Groot. Dat is mijn boom. Ga weg. Oeh, vent, ik heb nog maar 3 hartjes. Nou, het is mijn ik heb boom. Geen food meer. Het is mijn boom. That's why. Oh, je... Oh. Blijf van mijn boom af. Heb je nog idee voor een plugin? Stuur dat dan naar server. Ja. Ja, mooie meldingen. Echt wel. Echt. Ik ga ze even auto-announcen eruit halen, denk ik. Ja, het ziet er best wel redelijk spamachtig uit voor mijn kanaal. En professioneel. Ja, heel erg. Oké, het wordt nacht. Ja, jij hebt geen cobblestone gehaald. Ga eens cobblestone halen. Ja, vent! ik kan niet rennen. Ik heb nog wel cobblestone. Ik heb 1 cobblestone. Nou, kijk. Ik heb meer nodig. Ja. Jemig. Nou, anders maak je maar meteen weer een krot, zoals de vorige keer in de gefaalde opname. Sorry voor mijn kijkers, maar ik moet even kijken of nu mijn opname wel goed gaat. Oké, ja, hij doet het. Gelukkig. Dat was inderdaad een probleempje de vorige keer. Ja. Ik moet trouwens even uit fullscreen mode. Maar dat maakt niet uit, want dat zit ik nu alweer in. En hopelijk krijgen jullie dan... Je krijgt dan even zwart beeld, maar dat maakt volgens mij... Ja, het kan ermee door. Even zien, ik heb 8 charcoal nu, Marcel. Ja. Dus dat is echt perfect. Gaat lekker hoor. Ja, ik heb 11 cobblestone, als je dat even weet. Of als je het weet. Ah, ik ben bezig met een huisje. Komt ja, dat kan. Ik heb al straks een stone pickaxe nu. Oké, ja. Nice. Ik zie daar kool. Ik kan wel even wat kool op gaan halen straks. Haal maar gewoon cobblestone op. Meer ja, cobblestone. Vent. Meer. Ik heb nog 8. Ik heb er veel meer nodig, joh. Ik eet anders wel even een raw pork chop, want ik ga nu echt dood en honger ongeveer. Ah, cool. ja, het kan. Staan de mobs wel aan, want ik zie er nog geen één. Ah, kom later in de nacht wel. Ik heb ze net, toen mijn wereld niet laadde, toen is het, toen oh, zag ja, ik ja, wel ik zie 2, ik zie 3 zombies. Oh, help. Okay. Heb je al een zwaard? Ik heb geen zwaard. Ik heb wel 8 cobblestone. Ik zou even 2 zwaarden maken. Voor jou. Hij weet ook niet wat de prioriteit heeft, hè? Serieus. Nee. Maakt het uit? Ja. Nee. Volgens mij niet. Ik vind het dan wel. Ja, nou, maar de ene... Jij wil de hele tijd... Jij doet geen in de zak. Je bent alleen maar bezig. En dan moet ik de al hele tijd wat doen. Ja, shame. Hey, ik zorg voor onderdak, oké? Okay? Ja, nou, dat kan ik ook wel. Ja. Ja, laat maar gewoon onderdak zorgen. Vent. Ja, ik heb hem al. Hier, ja, kan dan. Ik jou mee hebben. Oh, sorry. Marcel. Je homebed was missing or obstructed. Oh, ik span nu wel in. Een goede span. Hey. Wat goed. Huh? Waar ben jij? Ik zie zonnebloemen en ik zie een krot. Hey. Oh shit. 2 skeletons. 3 skeletons. Scheid. Jij komt niet mijn huis in. Nee, zo. Dat heb ik gemerkt. Dat ik niet je huis in mag. Ja, nou, dit wordt kortom een beetje een mooi let's play met meerdere mensen. En ja. Dat wordt wel grappig. Oh shit, 2 creepers. Zal ik ze doodmaken? Of 3 creepers trouwens? Ja, ik ga even zorgen voor vreten voor mij. Ik heb nog geen vreten namelijk. Oké. Okay. Oh, ik stond in een creeper. Perfect, in een creeper staan. Jan, niet zo... Oh! Oh ja, creeper explosies staan uit. Ja, dat is... Dat is fijn. Oh, hij dropt de iron! Nice! Ziek! Oké, ik pak dat andere eten. Oh ja, ik heb nu vol eten weer. Ja, vent! Hier. Geef me mijn vreten, dat heb ik eerlijk verdiend. Oké, ik zal even op zoek gaan naar... Ja, ik zie daar nog een paar piggies. En kip. Maar ja. Oh, kip! Nee, en niet koeien. Slachten. Nice. Kip moet je niet slachten. Even dat je het weet. Even dit. Ga geen kippen slachten.
Oké, ik slacht alleen de koeien wel. Of mag dat ook? Ja, dat is goed. Nee, koeien mag wel. Oh, maar kippen zijn haardig, want kippen leggen... En er zit een skelly achter me aan. Kippen leggen eieren namelijk, en die moet je koesteren. Ja, ik zie, er zijn best wel veel kippen volgens mij, hier ook. Hé, ei, ik heb een ei. Marcel's ei. Woe! Woe! Oké, ik heb... Ja. Ik ben een creeper aan het vechten. Ah! Oh my god. Omg. Boeia. Oh, ik heb een ei! Ik heb een ei, 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 ei! Ik heb ook een ei. Oh shit, twee skeletons. Ja, ah, god. Verpittes. Hey, even rustig, hè. Ik word er redelijk... Even rustig, oh, we hebben ook squids. Nou, kijk, dit kan... Dit nou, kan dit kan niet meer... Dit kan niet slechter. Nee, alleen dat er 15 skeletons op me op te zijn te wachten, dat kan dan nog. Oké, dus ik ga even... Ik heb... Oh, ik ga even toortjes maken. Ik heb trouwens ook een seed. Of een seeds. Voel je het? Oh, 5 seeds. Sorry. Oh, er is een zombie. Zo. Er komt een zombie aan. Ik weet niet of ik hem kan vermoorden, want ik heb nog... Ah, die anderhalf... zombie komt hier niet eens binnen, joh. Ik heb zo, nog anderhalf licht. Matje. Hij durpt in de grond. Homo. Nice. Oké, ik zal even mijn vreten hierin stouwen. Misschien staat er een zombie achter je. Ja, dat heb ik gemerkt. Zombies zijn over het algemeen niet echt heel moeilijk, maar ja. Ik heb nog anderhalf hartje, dus je wordt dan wel redelijk voorzichtig. Marcel, don't you dare om mij te slaan met dat zwaard zoals je net deed. Ik zie het aankomen. Ik ben echt serieus. Als je met mij gaat opnemen. Ik ga die skeleton pakken. Als je met mij gaat opnemen, dan ben ik echt een ultieme troll. Wat? Van voor of van achter? Nou, dit keer was van voren, maar ik ga de volgende keer proberen hem te backstabben. Ja, ik bedoel het eigenlijk op een andere manier, maar... Ja, ik kan hem door... Oh! Wat? Spin. Boeia. Oh, een creeper. I see een creeper. Een creeper. Een creeper. Een Deutsche creeper.